Zo, de volgende fase van ons havenkraantje. Als alles goed gegaan is, ziet uw model er zo uit. Als u het een beetje nauwkeurig bekijkt, dan ziet u en aanvoelt, dan ziet u en voelt u ook dat het geheel nog niet echt stevig is. En daar gaan we wat aan doen. Kijken we even naar het voorbeeld. Dan ziet u dat er op de vier plekken van de poten versterkingen aangebracht zijn. En dat doen we met behulp van vier driehoekige buigzame sluitplaatjes. Zo heet het ook, driehoeks buigzame sluitplaat. U ziet de rechthoekzijde met 3 en 5 gaatjes. Het betreft hier nummer 221 van het Meccano-systeem. De bedoeling is dat hij hier in de hoekpunten van de poten van de Meccano-stand op gemonteerd worden. Ik heb het bij het nieuwe model reeds uitgevoerd, dus dan kunt u vrij goed zien wat de bedoeling is. Kijk, hieronder op 5 gaatjes van het middenstuk plaatst u een dubbele hoeksteun. Daar komt hij onder de horizontale strook en daar komt hij op het hoekpunt te zitten. U zult misschien zeggen, die zit al vast. Dat klopt. Ik heb het ook expres in eerste instantie zonder die hoekplaat gedaan, om u goed te laten ervaren dat het zonder dit plaatje toch een beetje wankel is. Dus nu pas komen we toe aan het montage van dit hoekplaatje, van dit driehoekplaatje. Verstandig is, als u het plaatje gaat monteren, om eerst de hoeksteun erop te zetten. Ja. Daarna dit los te schroeven en het driehoekplaatje daaraan vast te zetten. U heeft dan meer steun om deze schroef door de strip en de buigzame sluitplaat heen te draaien en te monteren op de hoeksteun. Als u namelijk deze schroef losmaakt, zal het model de neiging krijgen om naar binnen te gaan buigen en dan is het moeilijk om deze schroeven erin te krijgen. Als deze twee al losjes vastzitten, is het makkelijker om die erin te krijgen. Ik laat u nu de binnenzijde van het montagewerk zien, zoveel mogelijk. Ik probeer het apparaat erdoor te krijgen. Ik hoop dat dat een beetje lukt. Dan kunt u, kijk, hier kunt u aardig goed zien hoe het zaakje gemonteerd zit. Uiteraard gebeurt dat dus bij alle vier de poten. En dan ziet het er uiteindelijk zo uit. Dat was het weer.